Goedemorgen. Dan zijn we weer met Teleutijd. Goedemorgen, Whitney. Goedemorgen, Floretta. Heb je lekker geslapen? Ja hoor. Ja. En jij? Nou, ik heb wakker gelegen. Wat was er nou vorige keer? Het was maar wat, hè, zoetjes en zotinnetjes. Het script zomaar kwijt. Maar goed, laten we het eerst eens hebben over wat we vandaag gaan bespreken. We gaan het hebben over focusdrink. Is het gezond of is het ongezond? Daarnaast gaan we het ook hebben over de versieringen op school. De prins Ad en Rico gaan kijken op school in het vasteland van Schotland of de versieringen mooi geworden zijn. Leuk. Ik weet niet. Verder gaan we eens kijken. Dweilbands. De dweilbands, ja. De Voice of Holland. Wat voor toeters en bellen zou het in het vastenaar van het Schotland wel niet hebben? We schakelen over naar Chris. Wij schakelen over. Wil je koffie lijst? Lekker. Chris. Chris Kras. Ik denk dat ik verbinding heb. Ja, daar is die. Ja, ja, ik ben hier nog steeds in het vastenaar van het Schotland. De prins en de wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan een script zoeken. Waar gaan jullie het zoeken? Ja, we gaan nu bij school kijken. Nou, veel succes, misschien zou het daar wel liggen. Nou, eens kijken. Er is gewoon niks versierd. Niks, hoe kan dat nou? Het is toch carnaval, zou ik zeggen. Zullen we eens kijken bij het raam aan Prins Ad? Ja, zullen we eens kijken of we binnen kunnen kijken. Helemaal niks. Geen versiering. Helemaal niks. Hoe kan dat nou? Zullen we eens kijken of we naar binnen kunnen? Lijkt me een goed plan, Nazico. Kom, we gaan naar binnen. Hier in de klas nog eens kijken. Dat gaan we doen. Kijken of het er wat te halen valt. Ja, want dat veert... Want we zagen ze niet helemaal leeg, dat, of vol. Dat veert zal niet doorgaan. Ik denk het niet. We halen alle versieringen weg. Alles. Alles wat er zelfs is. Zelfs hier op school. Zelfs. Neem alles mee. Alles weg. Overal. Oh. We beginnen bij het begin. Ja, kom. Daar, in de klas. Och, kijk nou toch, hé. Het is toch wel... Jeetje, Mina, wat is hier gebeurd? Oeh, ik schrik me net toe, toch van jullie? Ja, hoi. Oh, goeiedag. Ja, goeiedag. Wat bent u aan het doen? Ja, ze hebben gebeld of ik het hier even op kan ruimen, want ze hadden namelijk iemand ingehuurd van een andere firma, Bede Betoeterd of iets. En die zouden de boel hier komen versieren. Nou, gezien het, hè? Die komen niet binnen, sluiten alle ramen en deuren. Ze gaan ze dan niezen. Niet in de elleboog. Dus ja, je weet wel hoe dat afliep natuurlijk, hé. Ja. Iedereen ziek thuis? Ja, hé. Zulke snotte bellen, kijk eens hier. Jeet. En wie kan het erop komen ruimen? Oh, och. Viezigheid, waar? Maar wanneer komen ze dan weer terug? Want neem aan dat ze toch de klas wel versieren voor de carnaval. Ja, geen idee. De juffrouw en meneer, die zullen het nu zelf moeten doen, denk ik. Want die firma, die heeft ze alleen maar betoeterd. Hoe gaan we het toch allemaal oplossen? Zullen we eens verder gaan kijken? Succes en pas op dat je geen snottenbellen krijgt, hé. Houdoe! Nou. Thank you.
pauzeren. Ja! Yeah. Yeah. Zo Zotjes en Zotinnekes, de prins en de nar, zijn hier in het schoolgebouw. Ik denk dat ik zo aankomen lopen. Hé, hey, prins en nar. Hé, hey, kriskras. Wat waren jullie hier in de school aan het doen? Nou, wij waren even aan het kijken of de school ook klaar was voor de carnaval. En? Zijn ze er klaar voor, de Zot en Zotinnen? Nee, helemaal niet. Er is niks versierd op school. Nee, helemaal niks. Misschien iets anders dan? Ja, de dweilbeentjes zijn gelukkig wel aan het oefenen. Dus dat is alvast een bonus. Alleen nou nog kijken of we de school versierd kunnen krijgen. Oh, horen we dat, Zot en Zotinnen? Geen versiering, maar wel muziek. We schakelen snel over naar de studio.